Dinsdag 24 september is het weer zover. De Veronica Muziekdag staat van 's middags 4 tot 's avonds laat bol van de muziek. In de studio Paul Young, Level 42, een akoestische supersessie, maar ook Tour of Duty, de grote Veronica Muziekveiling en de films over The Carpenters en The Doors. Plus een spectaculaire prijsvraag met als hoofdprijs een bezoek aan een concert van Roxette in Zweden. Dus schrijf in je agenda of leg een knoop in je oor. 24 september, de Veronica Muziekdag live. 24 september aanstaande is er weer Muziekdag bij Veronica op TV2. Een van de onderdelen tijdens die Muziekdag is de muziekveiling. Die wordt één dag eerder op 23 september opgenomen. En er zijn weer vele items belangeloos ter beschikking gesteld door internationale en nationale beroemdheden. De opbrengst is net als vorig jaar bestemd voor Artsen zonder Grenzen. En we hebben dit jaar hele bijzondere dingen. Zoals bijvoorbeeld dit jasje ter beschikking gesteld door Mark Knopfler. En hij droeg het in deze videoclip. En dan hebben we een jasje van George Harrison. We hebben er ook eentje van Mick Jagger en van deze dame. This is an original Whitney Houston jacket. Dit jasje heeft dus het lichaam van Whitney Houston warm gehouden. En wat dacht je van een t-shirt, gesigneerd door de New Kids on the Block? Ook dat is allemaal te koop bij de muziekveiling met de opbrengst voor Artsen zonder Grenzen. En dat is niet het enige, want we hebben ook een gesigneerd jasje wat hij gebruikt heeft tijdens de laatste tour van MC Hammer. We hebben ook deze unieke handgemaakte basgitaar van Mark King van Level 42. En daar is er dus echt maar eentje van. Maar ook diverse gouden platen van onder andere The Golden Earring en Status Quo. En Nederlands populairste artiest, die stelde wel iets heel speciaals ter beschikking. Ja, ik wil ook graag even iets aanbieden natuurlijk voor Artsen zonder Grenzen. En ik heb iets heel origineels. In de tijd heb ik een plaatje gemaakt, dat heette Als je huilt. En daar had ik een bril op en er kwam water uit. En deze bril, dit is hem, de originele bril, hij doet het nog steeds hier wel. Dan kun je opzetten, kan enorm lachen met parties en zo. Je moet wel zorgen voor wateraansluiting. Maar hij werkt als een tierenlier. Dus veel plezier ermee, degene die deze bril wil kopen. En dit was nog maar een kleine greep uit de enorme hoeveelheid fantastische items die we dit jaar mogen aanbieden op de muziekveiling 1991. De opbrengst bestemd voor Artsen zonder Grenzen. En als je mee wilt bieden op 23 september aanstaande, dan moet je nu even een kaartje sturen. Met daarop je naam, je adres, je telefoonnummer en je leeftijd. En sturen naar postbus 1122 1200 BC in Hilversum. En denk er wel om, hè? Het gaat om harde contanten voor Artsen zonder Grenzen.